Welkom bij weer een COH-vlog van de Cultuurschakel. Mijn naam is Arnold Baldé en ik ben op een hele mooie school in de Schilderswijk in Den Haag. En wat zijn sporen? Dan kan iemand het zien, dan weet hij waar het weg is naar iets. Als iemand een voet legt, dan is dat een spoor. Kom mee, dan gaan we naar binnen. Tja! Wij zitten hier nu met... Soufiane en... Amira. Wat kun jij vertellen over sporen? Wat mensen achterlaten die dood zijn gegaan, dat is Anna Frank, de boek. Voetafdrukken en bijvoorbeeld als je iets heel vies aanraakt en je gaat weer iets aanraken, dan blijft het gewoon op dat ding zitten. Oké, we zijn nu in de klas. Soufiane gaat iets laten zien wat ze nu aan het maken zijn. Komt-ie aan. Kijk maar... We hebben een filmpje gemaakt dat je sporen achterlaat in de bosjes, dat ik iets vrimmel. En daarna kijken we hier, dan steken we hier mijn hand op. En dan zegt hij, wat is dat? En dan ren ik weg. Kan je iets vertellen over je idee? We moeten over het sporen hebben. En toen dacht ik bij opsporing verzocht. Omdat hier staat ook wel voor het sporen, onderzoeken, twee verdachten ingesloten en dat soort dingen. En hier dat iemand drugs wilde vervoeren via de gamma in het pakketje. Dat klinkt heel spannend ook. Maar komt het wel goed? Het komt wel goed als ze anoniem kunnen bellen of gewoon bellen om getuigen. Of als ze camerabeelden delen. Als je niet anoniem wilt, kan je 0800 6070 bellen. Bel als je wil helpen. Dan gaan we verder met Safwan. Ik vind het heel mooi wat je hebt geschreven. Je wilde liever zelf niet voorlezen, daarom lees ik het voor. Hè? Niet dat ik jouw gedicht zo steel van, haha, dit is mijn gedicht. Het heet En ik ook. Mama, je bent soms grappig, maar soms ook irritant. Maar dat ben ik ook. Papa, je bent soms koppig, maar dat ben ik ook. En Mohammed, je doet alsof je sterk bent, maar dat ben ik ook. En Marwan, je bent de baas van de PlayStation, maar ik ga ook de baas worden. En Mesa, jij houdt van Snapchat. Waarom niet van Facebook? Ja, dat is de vraag. Heel mooi. Echt een tof stuk. Wat vond je het leukste van de zomerschool? Dit schrijven. Gewoon best gewoon interessant en leuk. Mooi. Leerzaam. Wat heb je geleerd? Juffrouw had me ook even geholpen met die komma's waar je het allemaal moet zetten. Ik wist nog niet echt helemaal waar. Mooi. Ja, dat kan je altijd gebruiken. Dit wat je nu leert, kan je altijd nog gebruiken. Dat vind ik het mooie van schrijven of van dichten of zo. En wat vond jij het leukst van vandaag? Ik vond het leukst om theater te doen. Welke rol had je? Ik had eigenlijk geen echte rol. Ik was gewoon een soort van publiek. Oké, maar je hebt toch iets leuks gezien of gedaan? Wat vond je leuk aan het theater? Ik vond het leuk dat een jongen Adolf Hitler was en een jongen ging hoe je dat atoombommen of zo verkopen. Verkopen? Ja. Wauw. Aan Adolf Hitler. zodat hij ze als diner kon opeten, als warm eten. En dan zou hij zelf ontploffen, zoiets? Nee. En wat vond jij het leukst? Dat ik alles over op school toch thuis maken en die teksten. En dat ik binnenkort een aflevering ga maken. En wat vond jij leuk van vandaag? Hoe je een film kan knippen en plakken. Oh ja. Ja, dat heb je me net laten zien, hè? Ja. Heel goed. Ga je nog vaker een film maken of niet? Dank het wel. En dit was vlog nummer 1 op de basisschool Het Palet. En vandaag hadden we het over sporen. En ik heb zelf heel veel nieuwe sporen ontdekt. Treinen gezien. We hebben verfsporen gezien. We hebben zelfs een tv-programma gehad. Opsporing verzocht. En videosporen. Ik ben ook benieuwd waar dit spoor naartoe zal leiden. Wij gaan het meemaken. Ook in de volgende vlog. Wij gaan dan op excursie. Ik zie jou de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Abonneer. Volg. Je weet overal waar je iets moet klikken. Ciao. 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 Doei. Bye. 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 Bye.